Goedemorgen! Lieve, lieve, lieve oma, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En ik weet dat je heel trouw al mijn filmpjes kijkt en daarom wil ik vandaag ook met u beginnen. Want ik ben zo dankbaar dat u er nog bent. En u bent echt de liefste oma die ik me ooit had kunnen voorstellen. Vanavond gaan we gezellig pizza eten en ik heb nu al zin om u een dikke kus te komen geven. Ik ben wakker en het is pas 8 uur, het is vroeg, maar ik heb rond 10:30 op school afgesproken met Birdie om daar weer aan de slag te gaan en het interview van morgen voor te bereiden. Want morgen heb ik interview met Miss Lipgloss. Vet spannend. Ik heb echt zenuwen door mijn lijf als ik eraan denk. Dus ik ga nu eventjes nog het een en ander doen. Ik wil namelijk de blogpost nog even doornemen en ik wil even hoesten. Ja. En mijn lieve oma is dus jarig, dus we gaan vanavond pizza eten. Verder heb ik niet zoveel te doen, ik hoef niet te werken. Maar dat interview voorbereiden vind ik gewoon echt al super belangrijk. Ik volg haar al heel lang, dus ik weet heel veel van haar. En ik ben altijd bezig met afstuderen, ik heb me al goed ingelezen. Dus het is meer echt de specifieke vragen op een rijtje zetten. En even met Birdie lekker brainstormen en doornemen van welke richting gaan we op. En wat zijn belangrijke dingen die ik niet mag vergeten. En dan is het echt tijd om uit bed te gaan, want in bed, liggend, hoest ik sowieso meer dan gewoon als ik eenmaal opgestaan ben. Dus dan ga ik even lekker sla voor mezelf maken, want ik wil wel weer even iets beter gaan ontbijten. Want de laatste tijd, als ik al ontbeet, meestal sloeg ik dat gewoon over en dan was het een soort van brunch lunchachtig ding. En dan waren het meteen croissantjes of pizza of ging ik met Birdie dingen halen bij Albert Heijn. Dus ik ga het proberen het iets meer op een rit te krijgen nu weer. Ik heb het gisteren wel weer met Anne over sporten gehad. Maar dat ging ook weer heel subtiel weg. En we hebben weer geen datum genoemd. Dus volgens mij is het goede leven en het keiharde trainen is gewoon voorbij. We hebben 3 maanden ongeveer 3 keer in de week gedaan. En nu is het gewoon gone. Kitty is er ook. Kitty zit op het bed. Kijken of ergens vliegjes zijn die ik kan pakken. Maar de vliegjestijd is wel een beetje voorbij hoor, Peppy. Peppy, wat zie je dan? Wat doe je? Hallo? Hij ziet dingen die er niet zijn. Hij zit volgens mij gewoon met het plafond te spelen. Ben je een beetje gekke poes? Hele gekke poes. Ik ben opgemaakt en ik ga me nu even aankleden en dan ga ik mijn haar nog even krullen en dan is het tijd om te gaan. Het is weer rot weer vandaag, dus het regent. Maar ik ga gelukkig met de bus naar Ede, dus dat is wel fijn. Dan hoop ik dat mijn haar een beetje blijft zitten tot vanavond. En ik bedacht me ineens, ik heb natuurlijk ook nog geen cadeautje voor mijn oma. Want het was een idee om met z'n allen iets te doen, maar dat hebben we uiteindelijk niet gedaan. Dus ik ga even mijn moeder berichtje sturen of ze nog iets van een boek weet of zo dat ze graag wil hebben. Want ja, geen cadeautje voor je oma die 74 wordt, dat kan natuurlijk niet. Dus ja, ik denk dat het gewoon een boek wordt van bij de Bruna of zo. Ik heb mijn haren gedaan en ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb vandaag mijn earcuff in. Ik weet niet of ik die al eerder heb laten zien, maar volgens mij niet. Ik zit dus al een tijdje te twijfelen of ik daar boven in mijn oor een gaatje wil laten schieten. Alleen, ik vind het toch ook wel spannend, omdat je vaak hoort dat het heel erg zeer doet. En ik vind het wel heel cool, maar moet ik een soort van moed verzamelen? En ik wil zeker weten dat ik het dan echt wil, zeg maar. Dus ik heb nu zo'n clipje, die kun je er gewoon op zetten. En dan kan ik eerst eens kijken of ik het echt leuk vind, of dat het een fase is. En dat ik over 2 weken weer denk, laat maar. Maar ik denk nu denk ik al zo'n 2 maanden van, oh, dat zou ik echt graag willen. Dus ik probeer het eventjes een tijdje zo. En als ik dan over een maandje nog steeds denk, ik wil het, dan mag ik het van mezelf ook doen. En dan weet ik zeker dat ik erachter sta. En dat ik de pijn kan doorstaan. Want ik heb dus ook maar 1 gaatje in beide oren. En ik was toen echt 6 of zo. Dus ik kan me niet meer herinneren hoeveel zeer dat deed. En omdat dit door het kraakbeen is, schijnt het ook meer zeer te doen. Dus, en ik ben niet zo goed in pijn. Maar dat komt dus omdat ik in mijn leven nog niet echt veel fysieke, lichamelijke pijn heb gehad. Ik heb nog nooit iets gebroken gehad. Het ergste wat ik gehad heb is een gat in mijn hoofd. Misschien dat je het litteken ziet. En dat was toen ik 12 was. En mijn geheugen is echt een 7, dus ook daar weet ik niks meer van. Ik weet alleen nog dat ik heel erg van schrok. Maar volgens mij deed het niet eens zoveel pijn. En ik heb toen ik
11 was een keer onder stroom gestaan voor 10 seconden. En ik weet daar alleen nog van dat ik blaar op mijn handen had en niet deze eer. Maar ik kan me niet, die pijn kan ik zeg maar niet meer terughalen. Ik weet niet zo goed hoe heel veel pijn voelt. En of ik dat aan kan, zeg maar. Terwijl iedereen zegt wel van ja, als je eenmaal pijn hebt, dan doorsta je het. En je weet niet hoe en het gaat vanzelf. Ik denk, ja, dat klinkt allemaal wel leuk. Maar ik heb nog nooit veel pijn gehad, dus ik weet helemaal niet. Dus ik ben er toch altijd een beetje bang voor of zo. Haha, zo. Ik ben bijna bij de bus. Dus op het station, dus dat is... het staat er al. Dus niet zo ver fietsen. En hij gaat nog niet weg, dus ik hoop dat hij ook netjes op mij blijft wachten. Maar dat zal vast wel. Ongezond eten. En om te bedenken dat ik vanochtend zei, ik begin met sla. Geen sla. Patat. Big Mac. Liefde. Alleen maar liefde. Ik ben alweer thuis en het is eigenlijk veel te vroeg, maar ik had een beetje een tegenvaller. Ik kreeg namelijk een mailtje van Miss Liptos dat ze de afspraak van morgen graag wilde verzetten. En ik was helemaal gemotiveerd en ik had alles op een rijtje en ik had goede vragen bedacht en zo. En nu was het echt zo van, oh, ik had me zo mentaal voorbereid en alle zenuwen een beetje overwonnen. Ik had echt het idee van, oké, het gaat goed komen. En dan, oké. Dus niet. En het is op zich helemaal niet erg, want het is gewoon verzet naar volgende week dinsdag dan. Maar toch, ik was gelijk mijn motivatie kwijt. Dus ik zei na de McDonald's, ik ga naar huis. Ik ga het huis een beetje opruimen en ik moet de video van morgen nog editen. Balen. Maar, dus de planning voor de rest van de middag. Even kijken hoor, het is nu 3 uur. Mijn haar is echt heel erg verwaaid. En het is een beetje een slag geworden, maar misschien als ik het... Even een borstel en weer een beetje kneed dat er wel weer wat in komt. Dan hoef ik dat niet opnieuw te doen voor vanavond. En ik moet dus nog een cadeautje voor mijn oma kopen. En ik heb een beetje zitten googlen en uiteindelijk kwam ik op een boek en dat heet Gouden Jaren. En het gaat dus over hoe het leven 50 jaar geleden was. En dat lijkt me een superleuk boek voor mijn oma. Ik denk dat ze dat echt wel wat vindt. Dus ik moet zo even naar het centrum, naar de Bruna, om te kijken of ze die daar hebben. En ik hoop het, want ik kan me eigenlijk niet... bedenken dat er nog een winkel is in Veenendaal waar ze boeken verkopen. En anders wordt het lastig. Ik had mijn moeder bericht gestuurd, maar die negeert me gewoon keihard. Ik ga nu eerst het huis opruimen. Het is niet een hele grote bende, maar gewoon eventjes stofzuigen. Alle schone was opvouwen naar boven. Zodat ik een beetje fris in mijn hoofd ben. Want dat merk ik toch wel. Als het een beetje een rommel in het huis, zoals nu. Er staan hier, staat hier een glas, daar een glas, daar een stapeltje kleren, zo. Dan is je hoofd ook een beetje een chaos. Dus dat ga ik eerst doen. Dan ga ik de video editen. En dan terwijl die aan het exporteren is, kan ik mooi even naar het centrum. Ik hoef niet te koken. Dat is wel echt super fijn. Dat scheelt weer. Dat was het. Dus op zich is het best wel een lege agenda. Dat is wel fijn dat ik niet meer zoveel hoef te doen. De vlog van morgen staat al klaar. Pep is er alweer vandoor. Ik deed de deur open en hij was footsie. Heel gezellig. Maar dat geeft niet. Ik red me wel weer alleen. Kijk, ik heb weer gezelschap. Hey Stitch. Hey lieverd. Hoe ga je naar boven? Kom je niet even gezellig bij mij kijken? Ben je al babytjes aan het maken in je buikje? Nee hè? Nou, gezellig hoor. Ik ben bezig met een video van voor morgen. Dat is My Girlfriend Does Her Makeup On Me. Ja. Haar everyday look op mij en mijn everyday look op haar. Pep is nu ook binnen en Stitch kijkt echt heel verschrikt. Die twee, het is een soort van, ze tolereren elkaar en ze doen je heel veel. Maar ik kan niet zeggen dat het nou echt maatjes zijn. Volgens mij heeft Pep niet door dat Stitch er is. Lachen, hij staat echt zo naar buiten te kijken. Ga je maar goed versteppen, verstoppen, Stitch versteppen. Hoppa! Stitch is echt heel mooi, echt een beetje donkergrijs met groene ogen. Waar is die dan, Pep? Op tafel. Hij is op tafel. Nee? Niet? Niet spelen?
Hey, je hebt het niet door, hè? Maar Stitch is er ook. Ik ben echt benieuwd hoe lang het duurt voordat hij ineens denkt... What the fuck, er zit een andere kat op tafel. Stitch, dit is wel het moment om gewoon dik bovenop hem te springen. Dat realiseer je, hè? Je kan hier gewoon je voordeel uithalen. Ik ben trouwens weer asociaal. Tegen de raad bezig. Ik zou eerst het huis opruimen. Kijk, tafel, staan er nog dingen en zo. Maar ik ben toch eerst begonnen met editen, want ik zat op de bank en toen was ik lui. Nee, nou, het wordt geen spannende vechtscène, geloof ik. Daar zit ik eigenlijk een beetje op te wachten. Hij is gespot. Er wordt ook gelijk naar elkaar geblazen. Stitch waardeert niet dat Pepper nu ook is. Maar Pep is ook al vrij snel uitgekeken. Jongens, doe eens even iets spannends voor ons publiek. Hoor je Stitch grommen? Het boek is binnen en het was echt serieus vet makkelijk. Ik was nog een beetje bang dat we het niet zouden hebben. Maar hij staat dus in de huidige boeken top 10. En ik dacht dat het een heel onbekend boek was. Ik had gewoon een beetje zitten googlen. Maar het is dus momenteel best wel een bekend boek en best wel groot. Dus ik hoop eigenlijk dat nou niet iemand anders hem ook heeft gekocht. Want ik dacht, nee, ik weet niet. Ik had gewoon nooit niet door dat het zo'n bekend boek was. Maar ja, geef niet. Ik heb hem gekocht. En ja, ik zie wel. Als ze hem nog een keer krijgt, dan breng ik hem terug. Ik heb een bonnetje. Maar ik vind het wel heel relaxed als ik zo dicht bij het dorp woon. Want ik heb nu echt in een kwartiertje heb ik zo'n boek gehaald. 5 minuten heen. Nou, ik heb denk ik 3 minuten in die winkel staan. En dat kwam puur en alleen omdat dat meisje een beetje moeite had met inpakken. En toen, bam, was ik alweer naar huis. Nick is al thuis. Die is lekker vroeg. Die was ook vanochtend vroeg weg, maar nu is hij ook iets eerder thuis. En 6:30 moeten we bij mijn moeder zijn. En dan gaan we lekker pizza eten. McDonald's en pizza vandaag. Maar ik ga wel weer beginnen met gezond eten nu hoor. Nu is het tijd om deze 3 boxen. De onderste is alleen maar winterjassen. Maar die wil ik even goed wassen. En de andere kleren zijn winterkleren. En die ga ik allemaal in de kast leggen. Op een of andere manier zijn deze dus wel fris gebleven. Die ruiken nog gewoon goed. Maar de jassen zijn heel muf geworden. Misschien omdat ik daar ook eigenlijk te veel voor de doos erin had gedaan of zo. En dan ga ik de zomerkleren uit de kast halen en die gaan dan in de boxen. Zo heet mijn moeder Sunny. Ik weet dat je moeder Sunny heet. Misschien wist je niet dat mijn moeder Sunny heet. Ja, ik wist wel dat je moeder Sunny heette. Ik heb mijn haar nog best wel goed gefixt. De ene kant krult wel iets meer dan de andere kant. Ja, dat is. Is het er? Nee, ambulance. Maar wat stuurt je moeder dan? Ambulance chauffeur. Echt? Dit is het moment. Ik kan toch niet solliciteren. Waarom niet? Omdat je EHBO nog niet hebt. Een recente werkervaring. Oh. Ik vond het heel moeilijk, want ik weet niet zo goed wat hij leest, maar hij leest wel heel veel. Moest aan dus ik heb een beetje research gedaan en toen kwam ik op dit boek. Maar als u het niet vindt, heb ik nog een bonnetje, dan mag u het ruilen. Dus, het is toch gek. En ik wil hem wel betalen, ik zal hem ook wel betalen, maar ik durf me nou dit jij hem laat liggen. Dankjewel. Als jou van de weg gaat. Ik was laatst heel moe. Een huisvrouw valt ook niet mee hoor, dat is een zware taak. Maar, dat weet ik wel. Je kunt natuurlijk mantel zorgen. Je kunt natuurlijk je respect. Dat al een week ik wil wel taart hoor.
En ik wil zelfs een heel groot stuk. Wel doen. Ja, ik ben er ik ook wil geen maar een klein stukje. Kijk. Ik wil graag ik met had, ik had tanden pijn aan mijn tanden. Ik heb een zaadje. Ik moet er wat anders. Zijn dat puur genieten? Daar krijg je. Wij zijn terug van mijn oma. En Nick ligt zo lekker te slapen. Ik zit nog even achter de laptop. Maar ik ga nu ook naar bed. Want het is 11 uur geweest. Morgenochtend komt Birdie al om 9 uur. Kwart voor 9 hier. Dus tijd om te slapen. Bedankt voor het kijken. Tot rusten. Doei. Goedemorgen. Het is 8:30. Het is weer belachelijk vroeg. Maar het was weer zover. Ik kon mijn hoesten weer niet in bedwang houden. Dus ik heb mijn kaart.